Dit is het harmonische filter voor 4 meter. Dat is gemaakt volgens het model van de Deense amateur. Versterkend met een antenneversterker van de kringloop, 2 euro. Die is bedoeld geweest voor centrale antennes. Heeft een gain van 128 dB en er kan zelfs 200 milliwatt uitkomen. Ik ga laten zien hoe ik het harmonische filter voor 4 meter afgeregeld heb. Ik stuur 3 watt in op deze frequentie. Dat gaat naar een dummy load. En dan tak ik af naar het filter. En dan ga ik naar een antenneversterker. Dat is een centrale antenne, breedband antenneversterker. Een versterking van 28 dB televes en dat gaat weer naar mijn SWR powermeter. Nou, ik sta nu op 140-700, ga ik afstemmen. Nou, het loopt al snel op. Minimum zit bij 140-700. Loopt daar beneden, loopt het alweer heel snel op. Dus de verzwakking is zeker 60 dB. Nu ga ik laten zien wat het effect is als ik het dekseltje niet op het filter heb. Uitmaakt. En dan ga ik even kijken waar die nu zijn dip heeft. Dat is bij 139 MHz. Dat scheelt toch 2 MHz als het deksel op het doosje zit. Weer terugdraaien. Dat was het. Succes.